boom, shakalaka laka boom. Zeg boom, shakaboom, shakalaka laka boom. In de bibliotheek van Zeewolde wordt tijdens deze laatste week van de zomervakantie een zomerschool georganiseerd. Kinderen met een niet-westerse achtergrond krijgen taalonderwijs en theateropdrachten waarmee taal in de praktijk wordt toegepast. We doen dit omdat we willen dat kinderen straks weer naar school gaan en echt weer een boost hebben met hun Nederlands eigenlijk. De kinderen die we hier hebben, die hebben een migratieachtergrond, zijn vaak nog niet zo heel lang in Nederland, praten dus thuis in de vakantie ook weinig Nederlands. En ja, als ze dan naar school gaan, dan ja, moet dat in de eerste week allemaal weer komen. Terwijl nu bij de zomerschool zijn we al heel druk bezig met het oefenen van Nederlands en kunnen ze goed van start gaan. Dit is gezellig. En ook een moment waar de kinderen kunnen hun taal ontwikkelen, maar in een heel leuk manier. We spreken over dingen die zijn belangrijk voor ons en voor de kinderen in het Nederlands. Dus dat is alsof we doen twee dingen. We spreken over dingen die belangrijk voor ons zijn en ook ons taal ontwikkelen. Dus 's ochtends inderdaad allerlei verschillende taaloefeningen, ook echt gericht op de behoeften van de leerling. Dus waar hij of zij graag aan wil werken. Daarnaast ook een stukje niet alleen de Nederlandse taal, maar ook leren over Nederland. Want in welk land woon je nu eigenlijk? Wat is hier allemaal te zien, te doen? Wat is hier mogelijk? En in de middagen zijn we bezig met het thema dromen. Dus ja, waar droom je over? Wat wil je bereiken? Wie wil je worden in de toekomst? En nu! En nu? Oh, you play! Heel blij! Zeg boom! Zeg boom! Zeg boom, shaka boom! Zeg boom, shaka boom! Ik vind deze week heel leuk. Omdat het hier gezellig is, omdat je hier veel dingen kan doen. Het is alles leuk en grappig en mooi. Dus daarom. Ik wil zo graag leren is taal. Taal en wat wil jij als ben je groot worden? Ik ben een militair aan het maken. Dus hier is die wapen van hem. En dat zijn de bergen en dit is de woestijn. En ik moet nog tekenen. Ik wil later juf of dokter zijn en schrijf ik over de twee dingen.